Hij is hier, ga zien. Niet zo goed. Nou mensen, ik ben vandaag echt ziek. Ik voel me echt beroerd. Gisteravond hadden we een feestje en ik ga normaal echt supergoed ga ik op feestjes, zoals jullie weten. Maar nu niet, dus ik had ook echt heel erg veel maagzuur vannacht. Dus Danny is nu naar de kruidvat en die is eventjes voor mij een zwangerschapstest aan het halen. Want ik wil dat eigenlijk zelf niet doen, maar natuurlijk heel Dave kent mij, ja Danny ondertussen ook. Dus ik zei, ga jij maar gauw stiekem en als ze bekenden zijn, dan haal het maar niet. Dus ja, spannend. Ik ga dus zo meteen eventjes een test doen en we nemen jullie gewoon mee in dit hele proces. Spannend! Ik heb een cadeautje. Nou, ik ga het gewoon filmen, schat. Oh, jezus. Nou, als jullie straks een gil horen, ik heb niets gedaan. En? Ik durf niet te kijken. Ik laat het even liggen. Je moet 5 minuten wachten, staat erop. Oh, Teddy, wat spannend. Misschien word je een groot broer. Maar dat ligt al wat. Ik heb het gewoon daar neergelegd. En dan? Ik durf eigenlijk gewoon echt niet te kijken. Ik heb hier wel overheen gepast, hè. Doe dicht, gek. Ja, jij kijkt wel heel blij. Oh, leuk! Ja, wat gaaf! Ja? Wat gaaf! Ja, leuk! Heel mooi! Jullie passen toch bij elkaar, dus dat is geprobeerd niet, maar heb je zelf ook een plezier van. Ja. Hoor, hè? Ja. Oh, oh, oh. Ja. Ja. Kijk, dat zijn nou leuke verrassingen. Het is niet van wie je denkt dat het is. Maar het is iets wat je niet verwacht. We hopen wel dat je net zo blij bent als ons. Je hebt namelijk heel vaak gezegd dat het superleuk zou zijn. Heb je al een idee? Nee. Ga maar verder. Die zijn ook zwanger. Dat we samen tegelijk... Oh, dat is leuk. Kijk dan. Is Nadine ook zwanger? Ja! Dat is leuk, hè? Oh, oh. Dit is echt een heel onverwacht cadeautje. Ik moet er bijna van huilen. Oh, kijk hem. Oh. Dat is leuk. Oh, dit is volgens mij nog echt waar. Ja. Superleuk. Oh. Gefeliciteerd. 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 Wil je je cadeautje uitpakken? Dames en heren. Het is toch heerlijk dat je... We hebben lekker overschotel gehad, maar nou, het was iets te veel. Iets te veel. Maar dan heb je altijd met 2 personen. Je maakt altijd te veel. Ja. Er worden 2 hondjes, maar die mogen dat niet hebben. En die willen het wel heel graag. En ik wil dit wel heel graag, denk ik. Denk ik ook dat je dat wel graag zou willen in... Het is een cadeautje. Ik heb geen idee, want ze heeft het gauw weer vandaag gedaan. De enige dag dat ik niet op de zaak was. Het is gewoon toeval, want het kwam gewoon vandaag binnen. Nou, mensen. Ja. Het is een brown box. Het is een brown box. Maar de question is... What's in the box? Oh, ik zie iets. Ik zie iets. Dat is wel heel leuk.
Kijk dan, voor Teddy en Louis. Nieuwe schoentjes voor straks voor de winter. Zitten er 4 in. Dus ja, 1 van de voorpootjes en 1 van de achterpootjes. Wat leuk, schatje. Hallo. Lieve mensen, daar zijn we weer. Yes, wij gaan naar de... Iets van een chocola-Zutphen. Chocoladefestijn. Ja, dat was hem. Chocoladefestijn in Zutphen. Ja. We hebben wel onze zonnebril op, maar de zon schijnt nog niet echt. Ja, maar het is 16,5 graden. Het is wel lekker weer. We zijn positief aangekleed, want we verwachten natuurlijk wel 18 graden hoor ik vandaag. Ja, met een zonnetje nog eventjes. Nou ja, het gaat vast heel gezellig worden, want ja. We houden van chocola. Houden van chocola, een beetje goed eten. Dus we zullen wel even een stukje voor jullie filmen. Ik deel het even van die lekkere sushi, chocoladesaus. Nou, wat eet jij ook? Nee. Hoe zou dat zijn, jongens? Met zijn hele witte pakje. Nee. Lekker chocoladesaus. Oeh. Een warme stroopwafel met chocoladesaus. Ik ken het niet. Ik heb het nog nooit gehad, maar smaakt het? Lekker? Lekker, schat? Heerlijk. Een Afrika ben je. Afrika is niks bij. Gisteren is het ook mooi weer. Zo prachtig weer gisteren. Regende het met bakken van de. Ja, het is schijnt weer gewoon. Vreselijk. En wij dachten, we gaan even op inkopen. Daarna gaan we lekker een terrasje pakken. Samen. Ja, gaan we lekker naar Amsterdam. Maar nee. Ja, we gaan wel even naar Amsterdam natuurlijk. Het is zoveel regen. Dat... Het is echt niet normaal, man. Maar goed, we gaan in ieder geval op inkoop voor de zaak. En wat we daarna doen, dan zien we dat wel weer. We gaan op inkopen. Jezus, maar we hebben heel leuk. Nog één keer. Hey. Nou, een dagje. Zijn we bij de Bijenkorf? Bij de Bijenkorf, dan gaan we eten. Ja, we gaan hier even lekker wat eten, omdat het echt gewoon net had regen buiten. En dit is de Bijenkorf. Dus wij gaan even wat eten en dan pas straks lopen. Mijn auto staat helemaal aan de andere kant van Deventer. We hadden hem vanmorgen even geparkeerd, Danny en ik zouden met één auto naar de stad komen. Maar we moeten om 3:15 bij de verloskundige zijn. Het is nu 3:10. En Danny zou mij ophalen. Maar voor de mensen die Danny kennen. Danny is altijd te laat. En ik niet. Dus ik haat het. En op dit moment haat ik hem ook. Verder is hij heel lief. Maar we gaan dus nu voor de eerste keer naar de verloskundige. Loop ik hier met zware boodschappen. Verder klaag ik niet hoor, want het is heerlijk weer. Kijk, oh, het is een beetje wolkjes, maar de zon schijnt heerlijk. Dus dat is top. Ik hoop alleen dat we het redden. Hij komt rechtstreeks en ik loop naar mijn auto en dan rijd ik daar ook naartoe. Dus het zou vast wel goed worden. Ja, lieverd. Zit je bij de tandarts? Ja, ik had net al verteld hoor, dat ik aan het rennen was onderweg en het nu bloed eet. Dus mensen, je kunt gewoon rennen, hè? Er is niks aan de hand. Je kan heel hard rennen hoor, als je zwanger bent. Heel hard. Met een boodschappentas, ook nog. Ja. Wat wil je? Je mag iets omlaag. Daar de vruchtzak. Zitten. En hier het vruchtje, dit is de toonzak. En hier het kloppenaartje. Oh ja. Zal ik een beetje meekijken? Daar zie je het knipperen. Grappig, hè? En dan is dit het hoofdje. Ja. En dit de romp. Meer dan dat is het ook nog niet. Meer dan dat is het niet. Nee. En het is zo groot als een druifje, zijn appje. Ja, ik denk dat je een beetje rond de 1,2, 1,5 centimeter. Nou, 1,4 inderdaad. Ja, bijna 8 weken. Dus dat klopt eigenlijk precies met wat je dacht. Nou, schat. Zijn. Dat is grappig, hè? Alsof je een specialist bent. Dus... Oké, nou dat is mooi. Zitten. Ja, dus ik draai heel eventjes weer terug. Ja, natuurlijk. Even van boven naar beneden. Lieve mensen. Wij zijn weer onderweg. Deze papa en mama die zijn onderweg naar een feestje, ja. Ja, want wij gaan naar fucking Geleen. Ja. Het is maar 2 uur rijden, joh. Het is een behoorlijk stuk.
Het is echt wel een bonken uitrijden. Maar het is voor iets heel leuks, want Jaman is 25 jaar in het vak. Ja. Hij was natuurlijk bij ons op de opening. En natuurlijk zijn we uitgeworden. En wat doen we dan? We moeten elkaar steunen. Gaan we er gewoon even naartoe. Ja. En dat is leuk, want ik rijd heen. Zij rijdt terug. Ik mag natuurlijk niet drinken. Dus ja, ik rijd terug. En Jaman had ons wel een hotel aangeboden. Ja, maar dat doen we niet. Dat gaan we niet doen, want we moeten gewoon morgenochtend weer de winkel openen. Yes. Dus nee, we gaan gewoon weer terug. Op en neer alleen, gewoon 4 uurtje nou door. Ja, dat is super, gewoon doorgaan. Hoppa. Leuk! Wij hebben er zin in. Zeker. Welkom in de feesten, kom maar lekker af. Het is jammer van de zon, maar de bak daar gaat eraf. Hey. Hakken, buiken, springen, de hut gaat aan zijn vol. Links. Van links naar rechts, de tent die wordt gemaakt. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemaakt. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemaakt. Ik stel het jou nu voor de keus, maar ik meen het serieus. Hoe zou ik de vragen die handen voor ons hoofd te doen? Waar zijn die handen? Wie denk jij wel wie ik ben? Dit heb ik niet nodig om me goed te voelen. Alle goed bedoelde vriendschap, ben ik meer dan zat? Ja, ik heb het gehad, dat jij dat nog niet. Chapeau. En hier is hij dan. Jawel! Kijk, ik heb hem net in de broek naar beneden. Oh! Dankjewel. Ik zeg een hele goede avond! Wauw. Jongens, waar heb ik hier naar uitgekeken? Waarom ben jij zo veranderd? Ben jij dan vergeten hoe alles begon? Waarom doe jij nu zo anders? Die tijd van samen zijn, nu voor goed verleden tijd. Lieve mensen. Hallo. Waar zijn we? We zijn bij Loetje. En wie heeft de hele dag in bed gelegen? Ik. Oh. Ik kan wel weer slapen. Dus zo ziek, jongens. Het moet kotsen. En het kotsen ook echt de hele dag. En het is gewoon kotsen. Vanmorgen om 6:30 begonnen en het is nu 9:00.
Het is nu precies 9 uur. Het is nu 9 uur 's avonds. En kijk eens, ze zijn al heel druk bezig. De zaal is alweer bijna klaar. De zaal is alweer bijna klaar. Morgen komen er mooie ballonnen en leuke verlichting. Dus? Dan ziet het er weer op en op uit en wij gaan nu naar de zaak alles klaarhangen voor de... En voor gaan. De modeshow, wat er allemaal mee moet. Dan kan er maar eentje doen. That's me. Dus wij gaan gewoon naar de zaak. Doei! Lampjes meenemen. Gatje. Aan de stekker. Ben doen. Ik ben van alles aan het opschrijven wat we nog allemaal mee moeten nemen naar de... Kijk eens mensen, hadden we de zaak zo mooi ingericht en kijk eens wat er gebeurd is. Het is één ontploffing. Het is één ontploffing. Het is gewoon weer een verhuizing. We zitten hier net een maand. We zitten net een maand erin. Ja, echt precies een maand. En alles staat al weer op de kop. Want we moeten alles meenemen. Nou, Loetje. Dus deze moet ook nog allemaal mee. Onze leuke teddybeertjes. Van Baron Filou. Ja, wat leuk. En de tasjes moeten nog mee en de schoentjes. En dan zie je wel dat er nog heel weinig overblijft in de winkel. Dus ik ben benieuwd of we het allemaal weer meer gaan krijgen en of we het allemaal er weer in gaan passen. Maar we doen ons best. Dus, nou lieve mensen, tot morgen. Dames en heren, ik ben onderweg naar Loetje. Het is maandag en het is 12 uur. Danny is samen met een paar mannen de bus ingepakt op de zaak. En ik heb niet geholpen. Voor het allereerst. Want ik mag natuurlijk eigenlijk niet zo zwaar tillen. En ik ben gewoon echt ziek. Ik heb gisteren echt de hele dag gekotst. Dus ik hoop echt dat het een buikgriep is. Want ik heb vandaag nog niet opgegeven. Dus ja. Hopen dat dat het is. Ik ben wel verder elke dag heel erg misselijk. Maar gisteren, ik zat achter te vertellen aan een vrouwtje die zei... Oh, de eerste 3 maanden moest ik zoveel overgeven. Ik zei, nou echt, ik ben wel heel misselijk, maar dat heb ik echt niet... Ik moet echt niet overgeven. Maar ja, 1 dag later. Ik heb gisteren echt de hele dag boven het toilet gehangen. Vreselijk. Maar goed, vandaag gaan we knallen. Dus ik ga hopen... ik heb veel medicijnen van de huisarts gekregen. Dus ik hoop dat het allemaal... goed gaat komen vandaag. Ik heb er wel heel veel zin in. Roberta die dacht ook, ik kom even kijken. Ja, nog één, ja. Ja, wat doe ik nu? Een hele nacht. Jij denkt maar dat je alles verwacht van mij. Maar dat is een hele dag. Hoor het voorbij. Applausje voor Nadine! Hey! Yeah. Super! Nou, hier mag toch zeker even geklapt voor worden. Kom op! Dus bij de volgende show is het niet meer alleen een grotendeels vrouwenaardje, maar alle mannen die kunnen ook gewoon mee. Dank jullie wel, Dienke Koos. Nadine, die vindt het wel een iets heel erg leuk hier te staan, maar het lukt van elke keer wel. We gaan even een woordje voor jullie doen. En straks heb je straks wel zeggen allemaal, Dienke Koos. Er zijn heel veel binnen aan de. Nou, lieve mensen, dames en heren. Heel erg bedankt voor jullie komst. Familie ook, super fijn dat jullie er allemaal zijn, hartstikke leuk. En we hopen in april weer op te doen. Deze mooie zondag. We gaan de hele dag in de auto zitten.
We gaan naar Noorwegen. Ja, wij gaan naar Noorwegen. Dat is dan wel weer heel erg leuk. Maar het is wel jammer, want het is prachtig mooi weer. De zon schijnt. En wij gaan nu naar Denemarken. We gaan nou eerst naar, door Duitsland naar Denemarken. Helemaal in een puntje, helemaal bovenin. Dat heet Hirtshals. Daar pakken we de boot. Naar Noorwegen. Nou. Ook gezellig. Maken we dat ook weer eens mee. We gaan nou dus stiekem een vlucht wegnemen. En iemand anders voor ons heeft de poort open gedaan. En wij gaan daar dus stiekem doorheen, wat absoluut niet mag. Nee, hij wil ook. Oeh, er staat namelijk 1 uur en 10 minuten file. En wij zijn de kat doorgek. Oh, wat een mazzel. Super mooie route ook nog. Ja. Helemaal in het groen, door het groen. Af en toe. Door de weilanden. Af en toe moet je gewoon dingen doen wat eigenlijk niet mag. Want dan kom je toch wel op de mooiste plekjes te rijden. Het is hoe laat? 9:10. We zijn net aangekomen bij de boot. We hebben het gehaald, mensen. Wat een wereldreis was dit weer. Ja. Oh, dit was niet normaal. Bij Hamburg, alles dicht. Maar we zijn allebei wel. Heel aan de kloten. Maar we hebben het gehaald. We zijn er. En daar komt zo meteen onze boot aan. Ja, deze gaat weg. Ja, en dan komt onze eraan. Dus ik ben benieuwd. Dus gaan we naar de boot. Yes, dus hier kunnen we dus met de auto onderin. En dan gaan we lekker wat eten, want ik heb honger. Hungry, hungry. Arriba, arriba. Dus allerlei restaurantjes, winkeltjes. En ik dacht, dan ga ik even een casino. Ga ik even leuk met Danny naartoe. Gaat hij slapen? Nou ja. Dus ik zit hier met mijn zakkenluik. En ik kan niet echt heel goed liggen, want ik heb echt super erg maagzuur. Ik heb pizza's gehad. Die waren een beetje te scherp. Dus ik ben natuurlijk zwanger. Dus ik zit gewoon rechtop. Maar we hebben straks een heel leuk hotel, dus daar kan ik vast lekker slapen. 1 uur verder. Hij heeft zich gewoon alleen maar omgedraaid. Even een heel leuk pak aan van Coolterra. Niet zo verkrijgbaar bij Pretty Boy. Dus mochten jullie die willen. Alles kan, joh. Zo, nou, we zijn eindelijk van de boot af. Ik heb zelf ook nog heel eventjes een uurtje geslapen. Maar we zijn nu bij een hotel. Bij ons hotel. Het ziet er toch super leuk uit. Het is 2:30 s'nachts, dus wij kunnen gewoon naar onze kamer met de sleutel en even netjes gebeld. We zijn bij het hotel aangekomen, hotel nummer 2 in Noorwegen, dierenpark en badeland.
Hoe leuk. Dan nog eens aan. Ach, jeetje, ja. Oh. Nou. Hoe leuk is dit? Hier wordt hij gewoon ontvangen door een piraat. Yes. En hier heb je een souvenirwinkeltje met allemaal piratenspulletjes. Heel veel. Niet alle mensen filmen. En buiten liggen allemaal diamanten. En kijk eens hoe leuk waar wij straks slapen. Kijk, dit zijn allemaal huisjes. Helemaal een dorp. Het ziet er wel echt zo uit als we ook op dat filmpje zagen, hè? Het ziet er wel echt zo uit als op dat filmpje ook. Kijk, een grote piraat. Het ziet er wel echt super gaaf. Kijk dan hoe leuk. Hier is helemaal water, hè? Ja. Kijk, daar hangt allemaal zogenaamd was van de piraten. En hier komen dan allemaal boten langs morgenochtend. En die maken je dan wakker. Met allemaal piraten erin, met allemaal echte piraten. Het is wel echt heel mooi. Ja, daar ligt de piratenboot. Kijk, de piratenboot. Kijk hoe mooi. En wij hebben echt de allermooiste kamer die je maar kan bedenken. Super gaaf. Kijk dan. Dit is ons huisje. Hoe leuk. Ik ben Danny kwijt. Hoe leuk is dit dan? Ik heb een plaatje gevonden van vanavond. Heerlijk. Andere apen ruzie maken. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat het een ander soort aap is. Wat wil die doen dan? We hebben echt een hele grote pizza besteld. Lekker. We zijn nu in een huisje. Een heel klein dorpje. Allemaal hele mooie kleine huisjes. Daar is het politiebureau. En daar is het kapsalon. Helemaal een rondje lopen op het balkon.
zien hoe mijn haar danst. Kijk eens hoe leuk. Ja, heerlijk. En onze auto staat hieronder? Ja. De auto staat gewoon hieronder. Het is gelukkig droog. En hebben we het leuk gehad? Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, hier staat de auto. We zijn er. En dan rijden we er zo af. Aan die kant. Voor. En dan gaan we naar huis. De zonnetje schijnt een beetje. Gemaakt. De boot af. Oh, daar valt snoep. Het Color Line. Kijk, heel groot. Kijk, ze gaan die containers eruit. Ja. Snel gaat het aan. Ja. Nou, we hebben een hele mooie binnendoorweg gekozen. Alternatieve route van Hamburg staat de brug weer dicht waarschijnlijk. Dikke file. Misschien je moet er van niets en zo waar dat goed is. Sorry. Rijden helemaal achteraf. En als het goed is, kunnen wij dan elp varen, schat. Ja, we gaan dus met een pontje over. Nou, hoe leuk is dat? Ik ben ook wel heel benieuwd. Hopelijk vaart hij nog niet dat ik tot 5 uur ga. Oh my god, ja, dat zullen we wel hebben. Maar we gaan het zien. Echt een goed idee van Daddy, hè? Gewoon rechtdoor en tussendoor, hè? Oh my god. Ja, weet ik veel. Gaan we achter die, deze mensen die staan hier gewoon om te wandelen of zo? Oh. Nou, wij moesten eventjes 20 minuutjes wachten. Oh, nou ben ik heel benieuwd of we deze, redden. Hij lijkt aardig vol. Ik denk niet dat we hem redden, hoor. Is dat ook goed? Ik denk dat we hem net niet meer redden. Hij staat nog wel op groen, maar hij lijkt echt knettervol. Hij komt iedere 20 minuten, dus op zich maakt het niet heel veel uit. Maar ja, wel. Toch weer 20 minuten. Het is wel weer 20 minuten en we zijn extra om Hamburg heen gereden. Om sneller thuis te kunnen zijn. Maar dat keert niet. Ja, dat gaat wel aardig hard op zo'n klein beetje. Ja. Zeg ik, net hadden we 3 grote vrachtwagens. Uh-huh. Even, wij zijn beland bij een pizzeriaatje. Ergens in Duitsland. Hè? En Danny heeft een gefrituurde calzone. Ik heb geen idee. Met knoflooksaus. Nou, het zal vast lekker smaken. Eet smakelijk. Nou, zit ik heerlijk aan het ontbijt. Avondeten. Zelf gemaakt. Mijn schatje, die is beroerd vandaag. Dit heeft ze gegeten. Twee hapjes doorgereisd. Het is wel heel lekker, Tim. Het hondje vindt het heel lekker, die zit apart. Oh god, wat. Oeh. Oeh, Louietje, pak hem. Nou, schat, lukt het? Kijk, mensen. Zo zien jullie maar weer. Het is niet altijd roze geworden, maar het is bij ons al. Hebben we daar hard gewerkt? Dan krijg je dit aan tafel. Heb ik heerlijk gekookt. Ah oh, ja, zie je. En dan krijgen we dit. Kasper, het spookje.